Chacon. Jansen. Links komt Klok. Dat ziet er goed uit. En nu Peters bereiken. Dat zag er ook goed uit. En dan de bal maar hoekschop getrapt. Panik is mee. Veldmaat is mee. Emmen heeft veel lengte. Weer een hoekschop. Dit is Dick Lukien, de coach van Emmen. Ancor Jansen. Richting de eerste paal. Veldmaat, die zit erin. Dat is een snelle opening. Dat is een hele snelle opening. Veldmaten, Juri Loen en Veldmaten. Wie raakt die bal het laatst? Veldmaten, denk ik. Van Duin, de doelman, zag er niet al te best uit. Nummer 4 is Veldmaten. Ja, en dan raakt die bal nog nummer 15, denk ik. Nick Bakker. Veldmaten, bekende naam. Inderdaad, de zoon van Henk Veldmaten, tegenwoordig... Hoofdscout bij Ajax, daarvoor Groningen. Dit is Juri Loen weer, de Nijmegenaar. Joppen tikt de bal weer hoekschop. Dat zit daar niet helemaal goed aan met de coördinatie achterin. En dat heeft ook alles te maken met het feit natuurlijk dat er een nieuwe doelman bij NEC in het doel staat. Marco van Duin. Wel, daar aarzelt Van Duin en daar is het 2-0. Tjonge, jonge, jonge, dat gaat hard. Nick Bakker, de centrale verdediger. Ja, hij kan breed lachen. Wat een start, zeg, van Emmen. Dan bereid je je zo goed voor als NEC en dan overkomt je dit. Wat een slechte verdediging, wat een slechte organisatie. Adjabar, de voordeelregel met Juri Loen. Die is alleen. Dit is wel een overtreding en een gele kaart voor Van der Papert. Ik heb de laatste dagen al wat vrije trappen binnen zien vliegen. Met een keeper die er niet goed uitzag, een muur die omhoog sprong. Wat levert deze op? Het wordt Juri Loen. En hij zit erin, het is 3-0. Juri Loen, geboren in Nijmegen. Scoort hier de derde goal. Wordt nog een beetje van richting veranderd. Ook dat wel weer. Maar soms denk je wel eens, wat doet zo'n muur daar dan? Zou die er zonder de muur ook zijn ingegaan? Ik denk van niet. Maar goed, hij telt wel. Het is 3-0. Bijl. Jansen. Klopt weer. Levert makkelijk in bij Golla. Chacon. Kas Peters. Veldmaten ziet dat Bijl diep gaat. Bijl en Van Duin. Loen. 3 van Emmen tegen 5 van NEC. Nou, dat scheelt niet veel hoor. Een centimeter of 10 denk ik. Het schot van deze Juri Loen. Bilate, Ancor Jansen. Ancor Jansen, die zit er een beetje doorheen. Bijl, daar gaat Bilate. Daar is Bijl weer, maar hij is in zijn eentje. Wat kan hij? Hij scoort 4-0. Onwaarschijnlijk, 4-0. Glenn Bijl. Tjonge, jonge, jonge, dan is het gedaan, lijkt mij, hoor, voor NEC. En gaat Emmen met 4-0 winnen hier. Bijl die daar de bal verovert op Bikel. En weer vraag je je af, wat is de rol van de doelman? Had die bal niet moeten hebben gewoon daar, uit die hoek? Nee dus, hij zit 4-0 FC Emmen tegen NEC. En dan is daar het eindsignaal van Martin van de Kerkhof. En mag je dit een sensationele overwinning noemen voor de ploeg van Dick Lukien. 4-0, wie had dat gedacht?